Welkom bij het Weekjournaal met het belangrijkste nieuws van de provincie Friesland. Letter voor letter kwam er een naam tevoorschijn. De Prommegong. Dat is de naam van de nieuwe tunnel in Hilaert. Gisteren werd de tunnel officieel geopend door Sietke Poepjes en kinderen van de basisschool De Rijnbogen. Nu de nieuwe tunnel klaar is, hoeft het verkeer niet meer de drukke provinciale weg over te steken. Het visplan van Friesland is klaar. In het plan staan de doelen en ambities voor een duurzame visserij in Friesland. Ook staan er afspraken in over de bescherming van de otter. Op woensdag 14 juni presenteerden gedeputeerde Johannes Kramer en Marian Jager van Wetenschap Friesland het visplan. Dit deden zij samen met voorzitter van de Visstandbeheercommissie Ilke Boersma en vertegenwoordigers van sport- en beroepsvissers. Gedeputeerde Sietke Poepjes is de nieuwe president van het Europese Network to Promote Linguistic Diversity, de NPLD. Dit besluit nam de NPLD in de conferentie op vrijdag 9 juni in Soraga in Italië. De gedeputeerde presenteerde zichzelf in een meertalige videoboodschap. Volgend jaar vindt de conferentie van de NPLD plaats in Leeuwarden. Provincie Friesland is op zoek naar een vlogger die de kijker meeneemt in het Friese openbaar vervoer. Potentiële vloggers kunnen zich aanmelden door een kort filmpje in te sturen. Wil jij vloggen over je bus- of treinreis? Meld je dan nu aan als OV-vlogger van de provincie Friesland. Dat was het voor deze week. Tot volgende week.